Een schip is donderdagmiddag tegen de Oude IJsselbrug in Zutphen gebotst. Oorzaak van de aanvaring is vooralsnog onbekend. Mogelijk heeft het hoogwater een rol gespeeld. In verband met onderzoek werd het treinverkeer twee uur stilgelegd. Auto's werden gedurende een uur omgeleid. Het incident staat niet op zichzelf, want op 19 december vorig jaar botste ook een schip tegen de brug. Volgens staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur komen nog te veel treinen te laat in de achterhoek. Dat zegt zijn antwoord op de Kamervragen van CDA en PVDA. Het gaat voor ons haar wel beter, maar verdere verbetering is een noodzaak. Begin december vorig jaar namen Arriva en Breng het vervoer op de trajecten Arnhem-Winterswijk en Arnhem-Doetingem over van Sintes. De overname verliep niet erg soepel en er waren nog te veel vertragingen. Provincie Gelderland en ProRail nemen maatregelen om de vertragingen te verlagen, al dus Mansheld. Kasteel Slangenburg in Doetinchem komt misschien in de verkoop. Het kasteel staat op de lijst van monumenten die de Rijksoverheid wil afstoten. Het Rijk bezit 1800 monumenten, maar wil afstand doen van gebouwen die geen rijksfuncties meer hebben. Het kasteel wordt sinds 1953 gehuurd door Stichting Gastenhuis Kasteel Slangenburg. De tuinbeurs komt na vijf jaar weer terug in de Achterhoek. De beurs werd in 2008 voor het laatst gehouden in Doetinchem. Het evenement wordt dit jaar gehouden in de SPP-hal bij de Drucultuurfabriek in Ulft. De 5000 vierkante meter grote beurs wordt gehouden op 22, 23 en 24 februari. De organisatie verwacht ruim 5000 bezoekers. Het in de Liemers opgerichte cultuurpunt Het Element ontvangt een subsidie van de provincie Gelderland... In het voorjaar van 2012 hebben de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar besloten samen een regionaal werkend cultuurpunt voor de basisscholen in de Limers te ontwikkelen. Het element wordt de spin in het web van lokale en regionale cultuuraanbieders en onderwijs. Ze gaat zich richten op het bemiddelen en organiseren van cultuur-educatieve producten voor het basisonderwijs. Nu de provincie haar financiële toezegging heeft gedaan, kan een start worden gemaakt met de oprichting van het cultuurpunt Het Element. De waterpoloers van Schuurman BZC hebben zich woensdag vrijwel zeker geplaatst voor de achtste finale van de Champions League. Met 10-7 is gewonnen van Liga tbilisi in Georgië. Aanvankelijk ging de wedstrijd gelijk op, maar in het laatste kwartier namen de achterhoekers de leiding.